Ja, je hebt een primeurtje vandaag. Je staat voor een hele mooie banner. En eigenlijk ben jij degene die mij op het idee bracht om met Eleska zaken te gaan doen. Ja, via mijn zakelijke kant, zeg maar, naast het artiestenwezen, doe ik heel veel met Linda van Eleska. Die maakt eigenlijk alles voor ons. Folders, banners zoals dit. Dus ik dacht, zo goed als zij, die moeten jullie als Oranje Show ook hebben. Is gelukt. Wat deed je in Frankrijk? Nou, met mijn zoontje een paar dagjes er tussenuit. Ik moet zeggen, ik ben heel erg druk. Hè, veel optreden, door de week veel aan het werk. En dan vakantie is toch wel iets wat er vaak bij inschiet. En ik vond het nu een keer tijd om dit samen met hem te doen. Lekker een paar dagjes naar Parijs, naar Disneyland. En we hebben heerlijk genoten. Hoe ben je er naartoe gegaan? Met de auto? Ja, met de auto, ja. Dus het is een kleine 7 uurtjes rijden, denk ik. Met een beetje files enzovoort. Maar is goed te doen. Dus was het een vader-zoon weekend? Ja, nou midweekje. Hè. We zijn maandags weggegaan en donderdag zijn we teruggegaan. Dus even met z'n tweeën, even tijd voor elkaar. En dat is wel af en toe heel belangrijk. Hè? Heb je dat in het weekend minder dan met hem? Nou ja, weet je wat het is? Ik werk veel en ik sta eigenlijk elk weekend op de bühne. En dat is mooi als artiest, hè, dat je een goed gevulde agenda hebt. Maar de kinderen zijn er ook. En dit was even een moment dat we even met z'n tweeën lekker erop uitkomen. Werk je nog in de dierentuin? Nee, ik werk niet in de dierentuin, zou je haast zeggen, hè? Maar ik werk zeker niet in de dierentuin, nee. Maar wat heb je met panters dan? Want je hebt meestal wel een pantenprintje. Ja, pantenprintje is toch een beetje een stukje imago aan het worden. Hè? Eigenlijk met optredens heb ik het altijd aan en mensen weten soms niet eens wie Joy Wilders nog is, bijvoorbeeld in Brabant, maar ze kennen me wel aan de pantenprinten. Dat is toch wel iets wat ik wil gaan creëren. Zo is dat. Hoe ziet jouw jaar er volgend jaar uit, muzikaal gezien? Heb je al plannen gemaakt? Ja, zeker. We zijn al de plannen aan het maken natuurlijk. En een van de dingen is 8 februari 2020 ga ik een eigen concert organiseren in Hardenberg. Een eigen muziekavond. Wat ik vorig jaar voor het eerst heb gedaan, gaan we dit jaar nog een keer doen. En dat wordt een fantastische avond rondom mij met gastoptredens van collega-artiesten. Maar zal die avond vooral om mij draaien. En daar kijk ik heel erg naar uit. En verder natuurlijk nieuwe muziek maken. Ik ben druk aan het schrijven met nieuwe singles. Dus er komt van alles nieuws aan. We zijn nog lang niet van jou af, dus. Dat is niet de bedoeling, hè? Oké, succes zometeen. Dankjewel, man.